Nou, dit is mijn allereerste dag op mijn, van mijn wandeltocht van Aumont-Aubrac naar Figeac. En nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed, moet ik zeggen. Het is ontzettend fijn om hier te zijn. Ik geniet van het wandelen zoals ik altijd heel erg van wandelen hou. En nou ja, ik heb al heel veel meegemaakt. Gisteren de aansluiting gemist met van de trein naar de bus. En pas om 11:45 aankomen in het dorpje. Nou ja. Ik kan je van alles over lezen in mijn blog. Het was niet echt één mama. Dus het viel me heel erg mee. Maar goed, ik maakte wel heel veel mee in korte tijd. En, nou, vanochtend ben ik heel vroeg opgestaan. Om 6:00, of tenminste om 6:00, toen had ik de wekker gezet. En om 7:00 liep ik ook. Ik moest ook wel erg aan mijn vader denken. Die vroeger altijd zei dat hij om 6:00 opstond. En dan zo snel mogelijk ging lopen. Dat vonden we altijd heel bewonderenswaardig. En nou doe ik het zelf. Opvalt, en dat vind ik eigenlijk best wel een beetje jammer, is dat het een heel druk belopen pad is. Daar moet ik echt even aan wennen, want je ziet gewoon heel veel mensen lopen. Ik had een beetje gedacht van, nou, dat is alleen in Spanje, maar nou, het is hier ook wel, ik denk, een stuk minder, maar laten we zeggen, om de 2 minuten komt er wel iemand voorbij. Nou, ik moet nog even mijn houdingen daartoe bepalen, want ik had me eigenlijk ingesteld op heel erg alleen lopen in de wijdse verte, zoals hier in de Aubrac. Waar ik nu ben. Maar dat is niet zo. En de wereld is ook niet alleen voor mij. Dus het is allemaal helemaal prima. Maar ik had me gewoon net iets meer rust en stilte voorgesteld. En ook merk ik dat ik, doordat ik zoveel mensen ontmoet, eigenlijk geconfronteerd word met het feit dat mijn Frans zo armzalig is. En ik hoop dat ik dan in deze 8 wandeldagen daar wat aan kan doen. En een beetje die roestige machine weer aan de gang krijgen. Nou ja, het voordeel van dat er zoveel mensen lopen is eigenlijk voorstel dat je denkt van hé, ik wil wel eens toch gaan lopen, maar ik zie het niet zitten, ik vind het spannend. Nou, dan weet je dat je in elk geval hier ontzettend veel, het is heel veel mensen doen het. Ook heel veel vrouwen alleen, ook mensen van, nou, misschien wel 70 of in elk geval ruim boven de 65. Zie ik hier lopen met een flink tempo. Dus het is echt geen ingewikkeld gebied. Dus nou ja, de drempel is heel laag. Zeker omdat er ontzettend veel gîtes zijn, goedkope herbergjes waar je eigenlijk voor heel weinig geld kan slapen. Dus je hoeft ook geen tent mee te nemen. Nou, deze eerste dag loop ik door de Aubrac, of over de Aubrac, hoe ik maar wil zeggen. De Aubrac is een hoogvlakte. Het is hier dus ook s'nachts best wel koud. En 's winters ligt hier volgens mij ook best wel veel sneeuw. Ik weet er niet alles van, maar zoiets heb ik gelezen. En het is vrij, ik was eigenlijk een beetje voorbereid op van nou, die eerste 1,5 dag loop je over die Aubrac is eigenlijk saai, eentonig. Nou ja, ik ben ook niet zo'n weidemens, koeienmens. Maar het is hier toch echt heel erg mooi. Frankrijk heeft natuurlijk toch echt die wijdheid. Dus hoe dan ook, het is hier heel erg mooi. Nou, nog even een kleine aanvulling op mijn verhaal van net, want ik zit hier nou een heel tijdje al en heerlijk uit te rusten. En al die tijd is er helemaal niemand voorbij gekomen, dus dat om de 2 minuten, dat klopt ook niet. Het zijn een beetje van die kolonnes die dan, of niet, kolonnes is ook niet het goede woord, van die klontjes mensen die voorbij komen, die dan een beetje zo op elkaar, net even in elkaars vaarwater zitten en dan, nou ja, kennelijk dan is dat ook weer voorbij en dan zit je weer in de eenzaamheid. Precies wat ik zocht eigenlijk. En dus misschien is een strategie gewoon, als er zo'n klontje is, gewoon even wachten tot ze voorbij zijn. Even zitten. En dan lekker weer een uppie verder. Overigens, dat denk ik ook geen domme zet, want deze eerste etappe is 27 kilometer. Ja, dat ben ik echt niet gewend in Nederland. Dus mijn benen moeten nog even wennen. Nou, dit was het eerste stukje. Ik hoor dat er echt veel wind op de video zit, maar ja, dat is maar even niet anders. Ik heb geen